Op vele plaatsen in ons land, en niet alleen in de gebieden waar de oorlog heeft gewoed, loert nog altijd de onzichtbare dood. Overal liggen nog grote hoeveelheden ontplofbare stoffen die door de vijand in onze bodem zijn aangebracht of die daarin na de strijd zijn achtergebleven. Men is druk bezig om al deze explosieve stoffen op te sporen en ze onschadelijk te maken. Ondanks het feit dat de gevaarlijke zones met waarschuwingsborden zijn aangegeven, zijn er nog steeds waaghalzen die zich daaraan niet storen en vooral de jeugd beseft niet aan welke gevaren zij blootstaat. Het is onbegrijpelijk dat zelfs ouderen vaak de grote gevaren niet inzien en onnodig hun leven op het spel zetten. Daarom, wees verstandig en in uw eigen belang, blijf daar af.